jaar basis speelde in Cercle Brugge, in de eerste ploeg. En vandaag voor eenmaal reporter van Cercle TV. Het staat de eer nu, hè, dat hij mij interviewt. Hè. Ik ben aan 19 jaar leeftijd in de eerste ploeg gekomen. De Jo is nu ook rond die leeftijd. Ik heb het tot aan mijn 36 jaar uithouden in de cirkel. En ik denk dat hij dat ook eventueel zo lang uithoudt. Want het is enorm belangrijk voor zo'n mensen in de verenigingen te hebben. Like zo was het eigenlijk zondag natuurlijk, qua publieke belangstelling. Je mag je rekenen zondag 22.000 mensen. Het is altijd een derby. Voor Cercle is een derby nog altijd een beetje iets speciaals. Omdat we met Belgische jongens spelen. Dat het belangrijkste is in de vereniging dat de jeugd bij ons kantoor stroomt in de eerste ploeg. Hoe sta je dat tegenover? Maar ja, ik denk gewoon dat er zoveel volk op afkomt, dat is alleen motiverend voor ons, denk ik. Omdat je voelt dat er veel mensen achter ons gaan staan bij die wedstrijd. Dus ik denk dat het alleen een extra motivatie is om er alles aan te doen, om een mooi resultaat neer te zetten en er alles aan te geven. En natuurlijk is het extra fijn als je met heel veel jongens van bij ons speelt en jongens die allemaal ervoor vechten. En dan zit je ook, ik denk dat je de laatste, tot heel seizoen ziet, dat iedereen er elke wedstrijd voor gaat. Je ziet dat op Cercle Brugge het seizoen dat ze nu al doormaakt hebben, is op een voetbaltechnische manier tot en met. Maar natuurlijk bepaalde mensen, en bijvoorbeeld de Evers, Vidarsson, de mensen die natuurlijk de ploeg moeten dragen, die mensen hebben een hele, hele grote verantwoordelijkheid. Maar ik zou die mensen ook wel eens steunen natuurlijk. Ik heb het gemakkelijk zeggen, ik ga niet op de tribune zijn. Maar ik zou zeggen tegenover de jeugd, het zijn hele mooie momenten de derbies. Maak dat je die wedstrijd je plezier heeft aan je voetbal. En trek je niet te veel aan het kwestie van wat er entourage daar rond is. Speel je wedstrijd. Het zijn veel mensen die het al bewezen hebben dat ze er staan. De toekomst ligt open. De trainer zegt altijd dat we ons moeten in eerste instantie moeten laten zien dat we graag voetballen, omdat dat eigenlijk het belangrijkste is. Voor de wedstrijd zijn altijd die overmannelijk Berend en Arnar die ons daar wel in sturen voor hoe we ons op die wedstrijd moeten voorbereiden. En deze week ook, die zeggen van up, hier scherp zijn, dit zijn de momenten dat je moet laten zien dat je er klaar voor bent voor de wedstrijden. En we proberen als jonge gast op te pikken, maar dat is niet altijd gemakkelijk en niet altijd evident om daar om dat altijd te lukken, maar ik moet zeggen dat we er wel altijd naartoe leven om het te doen lukken eigenlijk. Dus in korte woorden, de anciens van de ploeg hebben een grote verantwoordelijkheid, niet alleen zo naar de derby, maar heel het jaar door natuurlijk. Ze staan er ook voor open om hun kennis te delen en ik denk dat er in veel ploegen anciens zoiets hebben van ik ga hier niet te veel informatie prijsgeven, want anders komt mijn post misschien in gevaar, maar hier is dat totaal niet. Hier wil die alle kennis dat zij hebben meegedragen, willen ze echt overbrengen. En dat is een plezier om te werken, dat gevoel dat ze daarvoor openstaan. En ja, ik moet zeggen, ik zeg het, ik leer me elke dag als ik hier op training sta. Dus ben je een beetje eens met mij dat ik altijd zeg aan het verkondigd aan heel België dat we niet de beste vereniging zijn, maar de mooiste vereniging van heel eerste klasse? Ja, dat kun je wel stellen natuurlijk. Hè. Voilà. Er zijn zoveel mooie momenten, mag niet vergeten. De derbies dat ik in mijn leven speel, dat begint van om 12 jaar. Al de jeugdreeksen, dat zijn ook derbies die aan het voorgevallen hebben. En met de eerste ploeg, ja. Iedere derby was voor mij, als we niet verloren, was dat voor mij een hoogtepunt van het seizoen. Het belangrijkste is dat het derby is. Het is tegen Club Brugge, dus die wil je altijd winnen. Ook omdat we hem dit jaar al verloren hebben. Dat blijft toch nog een beetje achterhangen, het steekt nog een beetje. Maar op de tweede plaats is natuurlijk die plaats in de top 6 voor Cercle wel iets belangrijker. Je kunt dat ook niet onder stoelen of banken steken, dat we nog toch zeker nog een punt nodig hebben, misschien nog 3 punten. En dat uiteindelijk voor deze wedstrijd toch wel het hoofddoel moet zijn. Dat we gewoon moeten zorgen dat we in die top 6 geraken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn mochten we het zaterdag tegen Club Brugge kunnen afmaken. Dan denk ik wel dat er hier een klein feestje gaat ontstaan. Wat einde, Jules, denk je van niet? Wat ik vind het zo belangrijk dat die natuurlijk die mannen danken over een heel seizoen. Ja, dat zijn oude ratten, dat zijn mensen die de ploeg dragen. Ziet, dat gaat terug naar die wedstrijden. En dat vind ik zo positief, dat ze dat kunnen overbrengen
naar de jeugd. En ik zeg voor zondag, zie het wat zitten en ik zou gelukkig zijn met een puntje. Maar het zijn dan die mannen, voor dat de verwisseling en voor de jeugd. Onder hun arm. Want hetgene dat bang de laatste jaren, die jaren dat hij in de cirkel is, heeft bijgebracht qua karakter. Het contact in de spelersgroep, het contact met de trainer, naar de supporters uit. Dat is een beetje mijn type geweest. Dat was ook vroeger zo. Ik heb 15 jaar die kapitein geweest en ik had ook een beetje die mentaliteit. Dat is een winnersmentaliteit. En met die mentaliteit kom je ver. Maar zo'n mensen kun je een oorlog winnen. Dus waarom zullen we geen derby winnen? Ik ga dat toch even counteren. Ik mocht, als ik vroeger in die kleedkamer zat, ik denk alleen maar je schoenen binden. Hè. Maar goed. Dat is even een anekdote tussendoor. Hè. Nee, Ben, maar je bent zo belangrijk voor de vereniging. Het zie je dat je er niet mee te koop loopt. Maar als je zelf, ik zeg aan het zweet van de kleedkamp, ze roken net, dat je weet wat dat in de vereniging omgaat, dan gelooft van mij aan, u bent belangrijk voor Cirkel Brugge. Dan begrijp je toch ook dat het fantastisch zou zijn als we het zaterdag kunnen afmaken. Hè? Enorm. Want, als je zelf voetballer bent geweest en je voelt de situatie een beetje, dan weet je dat dit een unieke kans is voor iedereen van ons. Hè. En surtout voor mij, ik ben Bruggeling. Ik heb jaren derby's gespeeld. Ik zeg hem dus, de derby gaat nu, het zijn nog 3-4 dagen voor de derby. En dat is een paar dagen dat ik nu interviews kan afgeven naar de derby uit. Maar vroeger was dat 7 weken voordien. Er zaten nog 4-5 wedstrijden ertussen. Ja. En ik zeg hem, de entourage, de sfeer er rond, kun je niet meer vergelijken. Maar het is gelijk een poffere manier dat we zo naar de derby winnen met sfeer, want de sfeer gaat er zijn, dat is wel. En of dat niet met te vergelijken is, gelukkig, van dat is niet meer mogelijk. Maar als we een punt hebben zondag, dan ben ik al gelukkig. Winnen we, gaan we er een op drinken. Ik denk het ook. Meer of meer. Ik denk het ook. Ik ging een Bruggeling hard aan hier, een cirkelman. Ja, ik heb geen rood bloed, ik heb geen groen bloed. En ik moet natuurlijk ook al die jaren dubbel inzetten om mijn cirkel te vertegenwoordigen. Tegenover Club, hè. Tegenover heel de voetbalwagen natuurlijk. Hè. Voor mij is een derby altijd uitzonderlijk. Ik woon hier een kilometer van het stadion en je wordt benaderd door God en iedereen. Het pijnlijkste was voor als clubspeler was 2 keer verliezen. Ik denk het jaar 94 of 95 was 2 keer een derby verliezen. Zelfs toen en nu ook nog kunnen ze daar niet goed tegen. Dus dat is iets ja, wat ze, zeker de supporters niet graag overkomt. Nu staan we aan de andere kant en hebben we natuurlijk graag dat Cirkel die punten binnenrijft tegen een club. En we doen er altijd alles aan. Ik denk dat we alle derbies die ik heb meegemaakt met Cirkel tegen club in de trainerstaf, dat we altijd al goede wedstrijden gespeeld hebben. We hebben niet altijd gewonnen, maar de kans zat er altijd in om te winnen. Dus het is niet meer dat. Allee, ik zeg eenmaal, het zal geen 10-0 meer worden. Dat is denk ik uitgesloten op dit moment. Dus als ik goed versta, heb je er 2 verloren en 2 gewonnen? Ik denk dat ik er al meer dan 2 meegemaakt heb in de trainerstaf. Maar nu de laatste, ja, oké, tegen Down hebben we verloren met 1-0. En die wedstrijd herinnert iedereen zich nog. En de 2 laatste tegen Koster hebben we gewonnen. Dus wat dat betreft zitten we met 2-1 met een lichte voorsprong. Ja, ik hou het op 2-2. Voor eventueel er zondag 3-2 van te maken. Als dat moest kunnen, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar ik denk dat voor ons het belangrijkste op dit moment is van die play-off 1 plaats te pakken. En ja, natuurlijk heb je daar nog punten voor nodig en als dat tegen een club kan, dan zou dat mooi meegenomen zijn, dan kunnen we met een geruster gemoed naar Lokeren. En anderzijds zal daar dan de spanning weer groter zijn dan zondag. Komen er bepaalde spelers terug? In principe komt iedereen terug buiten. Ik denk dat Luciano dat we daar nog geen risico gaan meenemen, omdat hij al met een klein scheurtje zit. Maar voor de rest is iedereen inzetbaar. Natuurlijk zijn een aantal jongens ook weer wel langere tijd uit geweest, zoals Rudy, zoals Oleg. Is dat dan misschien niet voor 90 minuten, maar kunnen ze dan toch een uur en misschien een aantal anderen het laatste half uur het verschil maken? Dus we gaan daar een beetje een goede mix moeten vinden om wie dat we gaan laten starten en wie dat we gaan laten invallen. Een goed strategisch plan opstellen om de club het zo moeilijk te maken.
Ja, dat vind ik wel belangrijk. En kwestie wat dat de coaching betreft van heel de trainerstaf. Je weet, heel de vereniging staat geen 100% achter jullie, maar wel 200%. En je moet ook zo zien, we zijn voor het ogenblik een voorbeeld voor heel België. Want heel België klopt van, we moeten jeugd proberen en we moeten jeugd een kans geven. En, ja jongens, we zijn niet de beste vereniging. Maar we zijn de mooiste vereniging en dat is naar de jeugd uit. En dat we de jeugd kunnen overtuigen wat kansen dat ze hier krijgen, ze gaan hier op hun knieën komen smeken om eventueel in een cirkel te komen spelen. In naam van heel de vereniging wil ik jullie bedanken hoe belangrijk dat jullie zijn voor de vereniging. Oké, als je nu kijkt, wij gaan die 100% leveren, hè, qua inzet van spelers en trainerstof. En de supporters moeten die andere 100% leveren, dan is het zondag dik in orde. En dat er nog wat tussen valt, mag je op mij rekenen. Gezonde spanning. In die zin dat de derby van zondag is belangrijk voor Cercle. Natuurlijk play-off 1. We zullen dat wel bereiken. Omdat ik vind dat dat de grote bekroning is van het werk die de laatste jaren hier geleverd is. Van Cercle. En dat ze dus gewoon een bekroning zien voor heel de verenigingen. Van trainerstaf, van supporters, van spelers, van iedereen die met de Cercle te maken heeft. En die play-off 1 is enorm belangrijk. En ook financieel is het een... En we kunnen een beetje... Loten ze aan vrede achter spelen. Voor de kiemen dat het ook kampioen spelen natuurlijk. Hè. We kunnen er toch een beetje ons in mengen. Dat is inderdaad natuurlijk belangrijk dat we in de eerste plaats proberen een goed resultaat neer te zetten in de derby. Langs de andere kant staat er natuurlijk ook veel meer op het spel. Hè. In de vorige seizoenen was het een derby op zich en probeer je natuurlijk als cirkel die derby te winnen. Maar nu kan zelfs één punt belangrijk zijn om eventueel in play-off 1 te geraken. Dus dat zijn dingen die meespelen. Dus het verloop van de wedstrijd kan wel eens nerveus worden als er op andere velden resultaten zijn die in ons voordeel zijn. Dus ja, dat zijn twee zaken waar we moeten mee omgaan. Ik vind het enorm belangrijk dat het leeft. Van de trainerstaf en van heel de spelersgroep. De vorige jaren was een derby, met alle respect, na 28 speeldagen was dat Club Brugge die in de top 3 staat tegen een cirkel dat ergens rond de 10e plaats staat. En nu is het de tweede tegen de vierde. Dus dat zijn andere belangen en dat zie je ook aan de publieke belangstelling. Er gaan waarschijnlijk meer dan 20.000 mensen zijn. Dus dat zijn allemaal dingen, factoren waar we moeten mee omgaan. Maar langs de andere kant... Zoals je terecht zei, moeten we ook geen druk leggen op die groep. Ik denk dat wij al een prachtig seizoen hebben meegemaakt en hebben gespeeld. En oké, het zou natuurlijk jammer zijn moesten we play-off 1 missen, maar dat is voetbal. Ik vind, ja, voor de vereniging, en dat dat een prachtige bekroning zou zijn, dat vind ik belangrijk. Nee, maar dat is ook zo. En ik denk dat dat ook het financiële aspect, hè, hetgeen dat we nu, we zijn heel hard met de jeugd aan het werk. Maar het zou natuurlijk een bekroning zijn, inderdaad ook financieel, geeft u toch weer meer mogelijkheden om eventueel te investeren in de jeugd of te investeren in eventueel nieuwe spelers. Dus ik denk dat alles het gevolg is van het andere. Als je play-off 1 kan halen, ja, dat geeft je toch, ja, extra inkomsten, geeft je extra publiciteit, dat ook weer interessant is voor sponsors. Dus het is een beetje een vicieuze cirkel en het is een sneeuwbaleffect dat je op een gegeven moment... heel veel inkomsten kan genereren en inkomsten betekent dat je toch weer meer kan investeren in Cercle Brugge en zo gaan we gestaag proberen verder te groeien. Wat zou natuurlijk spijtig zijn, moesten we naar jeugd uit de top 6 vallen op de 7e plaats met het werk dat geleverd is de laatste 2 jaren. Ja, oké, maar dat is helemaal voetbal. Hè. We moeten ons er ook niet te veel op fixeren. Op dit moment zijn er altijd 3 ploegen die ons moeten inhalen. Oké, alles kan. Je kan het halen. Je kan het ook nog... kan ook nog zijn dat je eruit valt. Maar ik zeg het, dat zijn dingen die je niet in de hand hebt. Hè. Ik denk dat we gewoon rustig moeten proberen onze wedstrijden. We hebben 2 wedstrijden om ons doel te bereiken. Oké, dat zijn 2 finales. We zijn uit een verloren positie teruggekomen naar Standaard. Ik denk dat niemand ons nog kansen toedichtte na de 0-1 tegen Standaard. Oké, we ook bewust een beetje de druk weghouden. En dan ga je daarna met een 12 op 15. Hè, 12 op 12 en dan de wedstrijd tegen Anderlecht. 12 op 15 in een beslissende fase. Ja, dat zijn natuurlijk punten die op dat moment dubbel doortellen. En waar je toch de concurrentie een beetje achterlaat. Ik vind het ook wel belangrijk dat ieder ploeg in Belgisch voetbal begint rekening te houden met Cercle Brugge. En dat vind ik toch al heel positief, want dat is de gebeuren.
zijn er ook niet gerust in. We hebben vorig jaar ook al een stuk de basis gelegd, maar dit seizoen is inderdaad een wedstrijd tegen Cercle Brugge. Of het nu uit of thuis is niet meer vanzelfsprekend dat ze daar 3 punten gaan pakken. En dat is hetgeen dat de groep heeft bewerkstelligd en daar ben ik natuurlijk heel fier op. Want ik wil er ook op terugkomen, de transferpolitiek van de laatste jaren, dat je ook een grote verantwoordelijkheid in hebt, dat dat fantastisch cirkelgebonden is en een beetje de sfeer van cirkelen en meebrengt. Onder andere nu Tim Smolders. Ja jongens, dat is een transfer en een speler die voor cirkel zo belangrijk is. Niet alleen in zijn voetbalcapaciteiten, maar ook als mens. Ik verschoot eraan dat we dat kunnen. Naar hier brengen dan, als je ook Gent ziet dat er in concurrentie ligt en die ook financieel iets meer durft dan wij. Mm-hmm. Ik denk dat de Bob Peters daar ook voor veel tussen zit. Tim wilde zelf heel graag naar Cercle komen en we hebben goede gesprekken met hem gehad. En als spelers zelf willen aangeven dat ze willen komen, dan ben ik de eerste die erachter staat. En ik denk dat hij heeft ook niet naar het financiële gekeken. Hij heeft gezegd van kijk, ik wil nog een mooi einde aan mijn carrière met mensen, met jonge mensen en met een trainer die in mij gelooft. En hopelijk kunnen we heel veel plezier aan hem beleven en kunnen we volgend jaar met een nog beter elftal gaan spelen dan dit seizoen. Dat is wel een bewijs dat we heel goed bezig zijn met de vereniging. Dat zijn dat denk ik wel. Ik denk dat Cercle Brugge in alle facetten heel erg gegroeid is. Hè. Dan praat ik wel zowel structureel als sportief. Dus, er zijn nog stappen die we moeten zetten, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Dus we gaan geleidelijk aan verder werken. Dat is ook de reden waarom ik mijn contract heel snel heb verlengd, nog voor 2 jaar. Om duidelijkheid te geven aan de groep en aan de mensen van Cercle. En hopelijk kunnen we nog mooie tijden beleven. Ja, Bob, hier ben je thuis in Cercle Brugge. Dat is bewezen en dat gaat nog bewezen worden. En hopelijk kunnen we nog veel jaren van je genieten. Ja, mijn broek! Pompje, vet! Zullen jullie ons dat ketten? Dat zal wel zijn. Ah, nee. Dat zal wel zijn. Mocht, ik kan geen probleem. Op 14 nanometer, hè. Nee, dat je mag selecteren. Je gaat problemen krijgen. En dat is ook. Ga je dat niet aandoen? Nee, dat wil ik ook niet. Ga je dat niet aandoen? Dat wil ik ook niet. Zie je het? Jongens, pak je. Doel daar. Doel hier. Hier heb je nu een cirkelaarte voor je. En hoe je slecht het in. En ja, je kunt dat niet wachten. Ik zie het elke dag zien. Dan worden verhaaltjes misschien naar de welheidsnormen dan er 12.000, 13.000 mensen. Een plaats nemen. En dat was altijd 16.000 tot 18.000 mensen. Er stonden nog 2.000, 3.000 mensen buiten. Dus als wij die derby speelden, ieder plaats moest bezet worden. Je hebt de verlichtingen. Dat was 20 meter rood. Op de, nu is dat natuurlijk niet meer denkbaar. Qua veiligheid, dat helemaal.